Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag laat ik jullie twee nieuwe kleurboeken zien. Het zijn allebei mozaïekboeken. Ik heb een boek van Belba Family en ik heb een boek van Sachin Sachdeva. Daar ga ik gelijk mee beginnen. Dit is mijn tweede kleurboek van Sachin. Ik had hiervoor een large print. Die heb ik al een keer eerder laten zien in een van mijn video's. Dit is van de serie Mozaïek Arts. Ik heb de patterns gekocht. En het is kleuren op nummer. Dit is de achterkant. Nou, hier zie je het kleurenpalet. En hier laten ze twee voorbeelden zien uit het boek. En dit zijn andere boeken uit dezelfde Mozaïek Art series. Zo. Dit is de intro. Hier links zien we andere boeken van Sachin. Hij heeft Doodle in Color series. En dan zie je hier alle boeken erbij staan. En ook de Mozaïek Art, waar dit boek onderdeel van is. En daarnaast de drie boeken die we ook op de achterkant zagen. Die horen ook bij deze series. En dan krijgen we nog een verhaaltje over het boek, over de auteur. En de e-mailadresgegevens. En stellen ook hoe je bijvoorbeeld de vakjes kunt inkleuren. Dus met een kruisje of gewoon het hele vakje inkleuren. En dit is de eerste die ik gekleurd heb. Ik vind het zo leuk geworden. Houd die even eraf, dan kun je het even helemaal goed zien. Leg ik hem even hier. Nou, het zijn allemaal patroontjes. Het zijn allemaal envelopjes. Echt ontzettend leuk. Doe ik die weer even terug. Zo. Nou, we kunnen er even doorheen bladeren, want je kunt wel een klein beetje zien hoe de patroontjes eruit zien. Niet heel goed natuurlijk. Maar ja, het is een patronenboek, dus er eigenlijk elke keer herhalende patronen. En links zie je dan elke keer de kleuren die je nodig hebt. Het is elke keer hetzelfde, nummer 1 tot en met 21. Het is elke keer gewoon een vast kleurenpalet. Nou ja, volgens mij kunnen we niet heel veel zien. Voor mij zijn dit... Ik heb geen idee. Ik moet zeggen dat ik het op de camera beter kan zien dan hoe ik het zelf zie. En dit zijn vierkantjes van 3 bij 3 mm. Kijk, hier zie je al beter echt een patroon. En wat ik heel fijn vind aan dit boek, wat Belba Family niet heeft, dat zal ik zo wel even laten zien. Deze vakjes zijn best wel redelijk dik omlijnd. Waardoor het makkelijker is om het in te kleuren en waardoor je ook minder snel uitschiet. En dit boek is al wat langer op de markt, volgens mij voor mij al een aantal maanden. Maar ik moet zeggen dat ik eerst niet zo geïnteresseerd was in patronenboeken. En ook al helemaal niet die kleine vakjes. Daar werd ik helemaal kriegelig van. Maar ik ben er nu opeens zo dol op. Ik heb dus een aantal boeken van Belba Family. Van de Mystery Mozaïek Wow varianten. Dus je hebt Wow Cats, je hebt Wow Animals. En dan nu heb ik dan hier zo meteen Wow Africa. En ik vind het zo, zo leuk. Ik ben opeens helemaal geïnteresseerd in patroontjes. En de pagina wil niet meewerken. patroontjes en kleine priegelwerkjes. Ja, deze meid gaat er opeens helemaal goed op. Ik heb sowieso dat ik echt heel vaak opeens wissel in wat ik leuk vind. Soms wil ik gewoon even iets wat minder gedetailleerd. En soms ook gewoon weer, ja, wel. Ja, je ziet gewoon echt wel duidelijk herhalende patroontjes in dit boek. Ik ga er even snel doorheen, want ik weet niet of het heel interessant is voor jullie om naar te kijken. Als de pagina's ook mee willen werken. Oh, we zijn er al. Het voelt hier nog vrij dik hierachter, maar dat zullen denk ik de bonuspagina's zijn. Nou, hier krijg je een bedankwoord. Bedankt voor het kopen van dit boek. En als je feedback wil geven, kan je mailen naar sachin@sachindev.com. Oh, nee. Geen bonuspagina's, maar color chart sheets. Er zijn altijd best wel veel in dit boek volgens mij. Dus je kan meerdere soorten markers hier inschrijven. Dan kun je met verschillende merken in dit boek kleuren.
is natuurlijk heel erg fijn. Er zijn er flink veel, zoals je kunt zien. En dan hebben we nog een witte pagina. En er nog eentje. En dat is het. Oh, en het is trouwens gewoon normaal Amazon papier. Gewoon papier wat de meeste kleurboeken hebben. Dan gaan we naar Mystery Mosaics Wow Africa. Echt een fantastisch boek. Het hoort dus in de series van de Wow, de Mystery Mosaics Wow. Ik vond het hele grappige titels. Nou, we zien hier links het kleurenpalet. Hier zien we wat afbeeldingen die in het boek voorkomen. En ja, toen dit online kwam, dat ze vertelden dat ze een nieuw boek hadden, was ik zo enthousiast. En Belba Family is zo lief geweest om dit boek naar mij op te sturen. Daar ben ik ze ook echt ontzettend dankbaar voor. Nou, dan hebben we hier de intro. En wow, er staat hier, dit is het 17e boek van de Mystery Mosaic series. 17 boeken. Wauw, ik heb er nu 3. Ik loop echt ontzettend achter. Oké, heftig. Goed om te weten. Nou, dan heb je hier je kleurenpalet. En ik kleur in principe alleen maar met mijn Staedtler stiften. Dus dit zijn de nummers van mijn Staedtler stiften die ik gematcht heb met dit boek. En ja, dit zijn ook de 3x3 mm vakjes. En het is gewoon ja, heel klein, zoals je kunt zien. Het is hetzelfde als alle andere boeken. En ik heb hier een soort, ja, ik weet niet wat het is, maar het zit hier allemaal vlekjes bij mij. En ik zag al dat het op meerdere pagina's zo was. Dus misschien is het verkeerd geprint. Ik heb geen idee. Ik vind het tot nu toe nog niet heel storend. Want ik denk dat ik er op zich wel overheen kan kleuren. Als ik geen geel hoef te gebruiken of zo. Maar we gaan het wel zien. Ik denk dat het wel meevalt. Laten we even doorgaan naar de pagina die ik gekleurd heb. Want je kan het zo niet heel erg goed zien, denk ik. En dit is degene die ik gekleurd heb. Echt super leuk. Het is een soort dansende man met echt een hele leuke achtergrond. En ja, de achtergrond is vooral heel veel patronen, heel veel herhaling. Dat vind ik op dit moment gewoon echt heel erg leuk. Ik vind vooral leuk hoe kleurrijk het is. En ja, ik heb hier echt heel veel plezier aan beleefd. Dus ik ga zeker meer platen in dit boek doen. En verder gaat het eigenlijk zo door. Dit lijkt een beetje op een giraf, denk ik. Het is natuurlijk niet heel duidelijk te zien, maar wel een beetje. Ik vind het vooral leuk bij... Oh, dan moet deze zo. Ik hoop dat het een beetje te zien is, jongens. Ik weet helemaal niet of ik hem nou zijwaarts of rechtop moet houden. Ik hou hem gewoon even rechtop. Oh, wacht. Je kan natuurlijk aan de kleurpalet zien hoe die moet. Deze moet weer zo. En deze moet weer rechtop. Maar ik heb al een aantal platen gezien op Instagram. Ik heb toevallig deze plaat ook al gepost die ik heb gemaakt. Maar ik heb al zulke... oh, dit zijn olifanten volgens mij. Ik heb al zulke leuke platen op Instagram gezien. En ik vind het ook heel uniek dat ze... ja. Afrika kiezen. Dat is natuurlijk hele mooie onderwerpen van Afrika die je in zo'n plaat kunt verwerken. Oh nee, ik sla er niet eentje over. Deze moet weer zo. Sorry, het is een beetje schaduw. Maar dat komt omdat het een beetje donker is buiten en ik met een lamp aan het filmen ben. Dus sorry daarvoor. Ik kan dit niet zo goed zien. Lekker bomen of zo, denk ik. En... oh, zebra's. Super lief. En dit kan ik niet zo goed zien. Lijkt wel een dier wat aan het drinken is of zo. Dat denk ik. Oh, hij moet andersom. Lekker scherp ben ik weer. Hij moet zo. Oh ja. Een soort gebergte. Oh, en dat was het. Nou, dan hebben ze het hier over Wij zijn Belba Family. Bedankt voor je keuze. En daarbij laat ze ook weten dat ze een Facebook hebben, Instagram account en ook een Twitter account.
En ze hebben sinds kort, sinds een paar maanden, hebben ze de Belba Shop Family. En daar kan je dus allerlei producten kopen met kleurplaten uit hun boeken. Dus best wel uniek en ook wel leuk. En dan hebben we hier alle boeken die ze hebben. Dat zijn er onderhand ook wel echt heel veel. Ja, zij brengen nu echt in zo'n rap tempo boeken uit. Ik vind het echt super leuk. Want ik moet zeggen, de boeken worden steeds leuker. En dan met name deze boeken, die met die 3x3 mm. Ook die 3 Color Series, ook die 3x3 is dat. Echt ontzettend leuk. En dit was het einde. En ook dit boek is geprint op Amazon papier. Zo, dus dit waren mijn twee mozaïek kleurboeken. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zal sowieso beide boeken even onderin de beschrijving zetten met een linkje. Dan kun je zelf even naar de boeken kijken, mocht je geïnteresseerd zijn. Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet dan zeker niet om te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vindt. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doei doei!